Mensen, we zijn er weer met aflevering 2 en deze hele kutsie moet opnieuw op een of andere manier, ik weet ook niet waarom. Dit hebben we echt gisteren al gezien, wat mij de kans geeft om te zeggen, abonneer op mijn kanaal, kom hier beneden en doe een duimpje omhoog. Ik wil bedanken voor alle likes gisteren, ik heb geen idee hoeveel likes we hebben gehaald, ik heb geen flauw idee. Maar het is weer tijd voor... voor Amarelio Takaflaka om ze te laten zien vandaag in de straatvoetbal leagues. De fantastische straatvoetbal leagues. Ben je op zoek naar PlayStation te goed of Xbox te goed om FIFA points te kopen? Ga naar ikwiltegoed.nl en spaart de goedpunten zodat je korting krijgt op elke bestelling. Ga naar de website ikwiltegoed.nl, link in de beschrijving. En dan gaan we nu lekker wachten totdat we weer zijn op het punt waar we gisteren waren. Jawel! A few moments later. Oké, mensen, daar zijn we. We zijn in Tokio. Reis naar de bestemming. We gaan vliegen. Oh jee. Als vliegt het er maar niet uitgeschoten wordt. We zijn aangekomen in Tokio. Ik moet zeggen, ik ben een keer in Tokio gevlogen. Ah, ik had een kutvlog weer. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Leuk. In je hometown. 26 uur gevlogen. It's my first time in Japan. Oh. Ik ben opgewonden. Amarelio is opgewonden. Amarelio of oude vriezer. Ik nou niet zo opgewonden. Oh, de. Amazing. Een drone is ook natuurlijk. Ah, een drone! Wat een fantastische hype. Ik ben zo hyped. Bro, dit is zo cringe. Wat willen ze doen met die camera ineens? Wat is dit nou? No. Een soort marshmallow, maar dan met een bal op zijn hoofd. Oh, dit. Gast, Amarelio vindt het helemaal fantastisch. So, where's your boy Kataro at? He's around somewhere. Can you put that camera down? Why don't you sit down, please, for once, and just ja, inderdaad. In. Chinezen zijn met hun camera's. Het is wel net zoals in het echte leven. Jongen, jongen, geniet er eens van, joh. Chinees met je D-squared body warmer aan. Chinese op hoor dit. Hey, dat is hem. Dat is Kotaro. Dit zal dan wel ook in het echt een goede freestyle zijn ofzo. Ja, ik heb geen flauw idee. Dat zal wel. Hoor dit. Dit kan ik ook. Dit kan ik zeker ook. Van jouw China sperma in oog. Wat loopt je moeilijk, Jay? Ik krijg van gescheurd, zeg. Nice entrance, my man. Hey, this is my brother. Kotaro Takura Takuda. Alright, he's been on the street scene. Takura Takuda. Japans is echt top, mensen. Ik vind Japans echt top. Maar dit is waarschijnlijk Chinees met de camera. Chinees. So, who'd you get me? Oh. Riku. Kaito. Hij heeft 3. Mag ik kiezen? Wat dik was sowieso met dat matje. Die mails met dat matje. Are you serious right now? Short the notice, my friend. Are you serious? Ze zijn dus fucking slecht. Spelen aantrekken. De beste winnen kun je nieuwe spelers aantrekken voor je selectie. Kijk de eigenschap van de nieuwe spelers en voorkomt je favoriete veld. Dan kun je teamgeest beïnvloeden. Aantrekken spelers behouden hun eigenschap en lichamelijk kenmerken, maar raken hun uitgeruste voorwerpen kwijt. Gaat ik wel sowieso met die met het matje, maar ik ben gereden daar waar die staat. Hij is 62! Maar die enge drip, is dat een chick? Ja. Kijk, ik moet gewoon voor die gaan met het matje. Ja, sorry. Ja, ik wil deze speler werven. Denk Bireta. Daarom mensen about to start. Wat hebben we nu een lekker matje erbij, zeg? Still, I suppose it's an upgrade on what you have. Still? Like actually? Oh. You cannot hide behind your gloves this time. What are you doing here, Peter? It's Pete. You know that. Oh, yeah. My bad. What are you doing here, Pete? Winning. What else? Oh, hij zijn on the team. Something you're gonna struggle to do here, I think. Oh, de. Ik ga hem keihard afmaken. What's this issue with being called Peter? Peter the Panna guy? Peter Panna? Peter Pan. Ja, ik had het al door hoor, vorige aflevering al. Peter Panna heet je, niet Peter Pan, Peter Pan. En dat is niet op purpose. No! Oh, dit is echt cringe, jongen. What the fuck? Kijk, ik vind haar zo kut, jongen. Waarom moet er ook weer een vrouw bij? Ja, niks tegen vrouwen hoor. Ik ben echt fan van vrouwen. Met name van lekkere vrouwen. Maar waarom moet er nou in godsnaam weer zo'n vrouw bij? Met voetbal staat het nergens op dat je dan een vrouw neemt. Dat kan toch gewoon niet? Dat past gewoon niet. Wat doen we eigenlijk? Eerst tot 5. Oké. Hot de eng hoog houden. Oh. Oké, laten we beginnen. De allereerste pot. Dit vinden we allemaal heel interessant. We spelen weer tegen dezelfde mensen. Hoe kan dit? Nou, dit is zo slecht. Dit spel is zo slecht. We hebben weer tegen dezelfde keeper spelen. Oh, wat triest. Wat ongelooflijk triest. Waarom staat in godsnaam mijn besturing aan? Ik speel nu trouwens niet meer op... Dingetje, ik speel nu op semi-pro. Niet dat dat heel moeilijk is. Maar dat is wel iets moeilijker dan hiervoor. Yes, sletje, kom op. Boom. Lekker. Dan staat ze gewoon naast haar vriendin die precies zo uitziet. Gewoon naast haar tweelingzus, ongekend. Hoe kan dit, EA? Oh, hoe moeilijk is het nou? Even serieus. Boom. Heerlijk, aardig doelpunt. Ik loop naar de muur en ik doe... Oh, wat lekker. Ik moet zeggen, ook dit op semi-pro is niet heel moeilijk.
Maar aan de andere kant, het boeit geen reden. Ik wil gewoon dat verhaal weten. Die potjes zelf, ja, dat maakt me natuurlijk geen ene donder uit als ik geurk ben. Waarom speel ik nou met twee chicks? Was dit met chick met een matje? Wat een matig matje heeft die, zeg ik. Dat hij had echt een lekker matje, maar dat valt echt zwaar tegen. Yo, ik heb nog eens 4 skills, dat is echt triest. Bam. Oh, wat slecht. Bro, ik speel mezelf weer in de kijker, jongen. Dat is niet normaal. Moet je kijken naar dit wereldgoal. Wat een fantastische volley. Hopelijk heb ik nu bijna 5 skills. Daar doen we het voor. Ik ben een rating omhoog. Fantastisch. Speler werven. Ik kan gewoon een speler werven. Zal ik dezelfde? Oh, je zet een kruisje op. Maar ik die al heb waarschijnlijk. Nou, ik hoef hier geen speler van te werven, hoor. Daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, nou oké, doe die maar dan. Nog een chick erbij. Hoppakee. Favoriete opstelling van die vleger. Ruit. We spelen met 3. Ruit. Met z'n 3. Hoe dan? Dat kan niet. Je kan geen ruit maken met 3 punten. Jongen, jongen, jongen. Vrouwen, jongen. Oké, dan gaan we pot 2. Onlogisch van. Oh, de. Hé, we hebben tegen onze keeper. Nou, wat leuk. Hoe kan dit? Bro, werd Takaflaka daar nou echt omvergelopen door een chick van 2 centimeter? Doelpunt Takaflaka, lekker. Oh, ik maak een salto. Wat lekker. Jongens, we hebben weer gewonnen. Je gelooft het niet, maar het is echt zo. Spannend, zeg. Amarillo, Takaflaka. Takaflaka, Takaflaka. Oh. We mogen weer spelen werven, jongens. Je hebt niks aan. Nee, je hebt niks aan. Slechte spelers, wegwezen. Wat een ongelooflijk spannend toernooi is dit. Ik hou er bijna niet meer, mensen. En je zult het niet geloven, hè. Maar ik speel opnieuw tegen dezelfde chick. 2 keer zelf, en die is ook dezelfde. Oh, niet. Misschien niet, trouwens. Steenpuur Schaak. Zit Steenpuur Schaak doen met de Chinees? Ik verlies! Ik verlies! Van de Chinees! Bro, ik heb tegen Steenpuur ook nog geen goal tegen gehad. Hoe makkelijk is dit? Hey, hey, ref! Oh? Oh! Ja, nu ben ik dus wel geil, ja. 201 volt aan muggetje bij. Oh, we mogen weer een speler werven, jongens. En die keeper heb ik al. Die heb ik niks aan. Heb ik niks aan. Weg ermee. Ik wil 80 rates hebben. Ik wil topspace. Ik wil Ficinio Junior hebben. Yes! Ho, 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 ja! We zullen nog 1 te winnen. Oh. Oh. Oh, de. Oh. Oh, de great. Peter Panna. Panna. Amarillo, doe nou rustig. Understand this. Nothing and no one will stand in my way of reaching the world championships. Least of all a nobody like you. What? A nobody. Nee, Amarillo. You are clown, me. Oh. Oh, hey Pete. Keep your feet together. Oh, de Jesus Mourinho. Jongens, de finale. Oh mijn god, wat een spanning. Versus Panda Moonemoon. Oh, oh, de. Wat een gozer is Amarillo. Oh, tegen ons een mannetje. Misschien kunnen we een werf hierna weer. Dat zal niet, hè. Ik denk het niet, hè. Hé, hey, ze zijn goed. Kom, hard erop, hard erop, hard erop. Bam. Dan gaat Amarillo voor de 1-0. Amarillo, goal. Jawel. Wie ben je dan? Peter Pan, hè? Peter Pauperpan, Peter Pannenkoek. Ik moet zeggen, ondanks dat het vrij makkelijk is, vind ik het nog wel leuk. Zeg maar. Met Junior had ik echt, dat duurde zo lang. Dit gaat gewoon snel. Daardoor is het wel leuker, vind ik. Boom. Volley, jawel. Hattrick held. En wat een volley. Oh, mommy, get the camera. Yes, gewonnen. 5-0. Wie is mee op de match? Nee, wie, chick? Your channel. You guys just won your first tournament. The kanaal. We're talking thousands of views, Jay. Yeah. Right. Oh, die Jay heeft het niet zo op de camera. You got something to say? You won the game. Ja, klopt, ja. And? Played a great game. And? Congratulations. Wow, is aardig. As far as apologies go. Gast, kut Chinees. Doe nou gewoon niet zo vervelend. I'll blame you if you never wanted to see me again. If there's anything I can do to help you reach the World Championships, I owe you. Gast, die Chinees. Niet doen! Hoe zit die Chinees, jongen? Dat is echt een gemene Chinees. De Chinees, ik ga zo slecht op haar, jongen. Ik heb echt een scheidtrek aan die Chinees. Ik hoop dat ik op een gegeven moment een kans heb om de Chinees te kicken. Want dat ga ik meteen doen. Your team prayed with the greatest spirit. Yo, Sid. Ja, er staan echt zoveel mensen bij zo'n straatvoetbal. Er staan er dan daar. Straatvoetbal, ik heb ook geen idee wat groot is of zo. Ik ken helemaal niks van straatvoetbal. Let me know if your crew ever wants again. Oh. Oh, speel je tegen Cortaro. Dit is wat je wil, 9.9. Jawel. Zo, 1000 voltamunten. Oh, speler werven.
Ik wil die gast. Ik wil ook hem gewoon. Ik wil gewoon Panaman. Nu verneuk ik het hele spel waarschijnlijk. Aangezien hij eigenlijk nog straks moest helpen. En nu zit hij in ons team. Ze gaat ook helemaal fout dit. Hey, ik kan wat kopen. Ik heb money in the bank. Dit haar moet ik hebben. 8000, daar gaan we voor sparen. Lekker rood kapsel. Zo heet het ook. Een lekker rood kapsel. Oh mijn god, ik ben echt hype voor lekker rood kapsel. Kutaro. Zit ik aan het filmen? Something on your mind? About that game. We're ready. Zullen we spelen tegen Kutaro? So am I. Okay, let's do this. Let's go. Kutaro gaat eraan. En daarna kan ik hem pakken in mijn team, hoop ik. Ik wil hem echt in mijn team. Ik vind hem echt een coole Chinees. Japaner bedoel ik. Bam. Goal. Lekker. Give me the Japaner. Oh, lekker zeg. Hattrick held. Jawel. Broer, waarom ben ik nog niet gesigned voor het allerbeste team wat er is? Want ik score echt aan de lopende band. De Kotara Stars zijn eraan. Ik heb 5-0 gewonnen van de Kotara Stars. Oh, 67 rated. Oh, ik speel wel amateur. Oké, dat is wel de reden dat het misschien zo makkelijk was. We gaan wel naar semi-prof nu. Oh. Ik kan hem niet nemen. Waarom niet? Dan ga ik wel voor deze chick. Wel jammer, ik wil echt heel graag Kotaro hebben. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Yes, jongens. De echte carrière gaat beginnen van Amarillo Takaflaka. Hey, good job in Tokyo, Rev. We had a good time, but few players doesn't make a squad. So I need you to fly out to Amsterdam. The game is Amsterdam, ga mee. Tough. I want you to go to this place where I trained with Ed Van Gils. Ed Van Gils. Now look, I just got home from surgery and there's still a ways to go. So I need you to keep your eyes open for players. If Amsterdam doesn't kill you, it'll make you stronger. Waarom geldt iedereen zo op Amsterdam? Wat is voor onzin? Gaan we weer vliegen, jawel. We vliegen eens business class, man. Papenzootje, man. Ik ben fucking goed. We playing in alley? U heeft uw bestemming bereikt. There's nothing here. Hé, hey, stop met toeteren, broer. Die toeteren! Godverdomme! Oh jee, nu is er ruzie. Ja, ik zou geen raam met dit doen. He looks large. And angry. What's up with this say? Didn't hear you, mate. Come on. Step hey, out, Big try T. Again. No way. Sid? Rev? Sup, T? What are you doing here? Chasing us. What the? Said there's a court around here somewhere? Yeah. It's called the, what was it? The pressure cooker? I think you mean the boiler. Pressure cooker, yes, the yes, boiler. Yes, all right, pull up to the end of the lane and we'll see. Dude, really? Gaat iedereen worden omvergebeukt in de boiler in Amsterdam. Ed Van Gils. Ed, hang on, what's up, mate? I got beat. You what? Yeah, it happens. Who beat you? Stick around, you'll find out. Wat is dit voor course? Ed Van Gils. Just give us a game, please. 4-on-4, rush keeper, winner stays on. J10, you're up. Welcome to Amsterdam. Hey. 5 straight wins is the record. De record is 5 overwinningen op rij. Dan gaan we easy winnen. Gaan we easy verbeteren, bedoel ik. Makkelijk. Easy, geen enkel probleem. Mensen zijn in Amsterdam aangekomen. En wat er gaat gebeuren, zien we in de volgende aflevering. We gaan Ed Van Gils aan ons team toevoegen. Dat kan waarschijnlijk niet, maar ik ga het wel proberen. In ieder geval, weer bedankt voor het kijken. Doe zeker een duimpje op deze video als je meer FIFA 20 video's wil zien. Abonneer op mijn kanaal van hier beneden. Zie ik je weer bij de volgende aflevering. Doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.